Het mooiste op aarde is de borst van een vrouw. Nou, dat vind ik eigenlijk dus, ja. Ik vind het ontzettend, welke dan ook, eigenlijk. En met de ogen erbij natuurlijk, uiteindelijk. Maar dat zijn dingen waar je helemaal niet onderuit komt, vind ik. Van de kracht daarvan. In het begin van mijn carrière ben ik erg veel bloot geweest. En nu ben ik ouder aan het worden en ik heb meer ervaring. Kijk anders naar script. En ik merk dat ik niet meer zomaar alles uitdoe. Je moet wel echt met iets komen. Iedereen ziet zichzelf 's morgens naakt. Dus het is zo'n vanzelfsprekend onderdeel van ons leven. En ik vind eigenlijk dat je dat te weinig vertaald ziet in wat je in films terugziet. Voor mij mag het allemaal wel wat bloter, wat vanzelfsprekender daarin. Als de acteurs moeite kost om hun kleren uit te trekken, dan ben ik verschillende malen met mijn cameraman, hebben we onze piemels laten zien. Ik heb voor de spiegel gestaan, echt met mezelf, alsof ik een gevecht of iets dergelijks aan moest. En toen kwam de dag dat ik de seksscène moest doen. Kom op, je kan het. Alles voor de kunst. En toen naar de set. De enige keer dat ik een naakt scènetje heb gehad, dat was bijzonder omdat ik een seksscène had met de vrouw van de regisseur. Nou, van tevoren had ik dat, geen van tweeën hadden we daar bezwaar tegen. Tot het moment dat de erectie zou moeten ontstaan. Nou, ze zijn niet erg gegroeid. Het eerste waar ik aan denk bij het begrip naakt is kwetsbaarheid. En dingen van jezelf laten zien die de meeste mensen niet laten zien. Eigenlijk ging mijn carrière wel goed. Maar toch was er iets in mij wat mezelf het vuur aan de schenen wilde leggen eigenlijk. Ik heb mijn comfortzone een beetje verlaten. Dus mijn acteren. Ben mijn eigen nummers gaan schrijven. En mijn eigen muziek. En toen werd ik ook nog eens zwanger. En kreeg ik een kind. Ja, en dan ben je toch ook wel heel erg kwetsbaar. Naakt. Dubbel naakt eigenlijk. Dat vind ik altijd mooi om te zien. Dat je kan huilen met veel snot of zo. Dat het lelijk mag zijn en rauw en ellendig. Ik vind het heel mooi als je daar echt de lagen van af kan pellen en dat wat er overblijft, dat echt is. Dat is voor mij ook naaktheid. Wat ik een gekke tegenstelling vind, is er komt bijvoorbeeld relatief gezien heel veel geweld voor in films. Maar hoe vaak bedreig ik nou iemand op een dag? Hoe vaak vermoord ik iemand in mijn leven? En daar vind ik het eigenlijk uit evenwicht. Dus ik zou eigenlijk gewoon pleidooi willen houden voor meer bloot in de Nederlandse films.